Hof van Cassatie komt een eind aan een juridisch gevecht dat 15 jaar heeft geduurd. Ongewone zoektocht naar vorige levens. Misschien verloor u het hoofd wel tijdens de Franse Revolutie. Hoog tijd om het terug op te halen. Loop eens langs bij de regressiepsycholoog. We komen nu naar het moment dat dat leven eindigt. Je gaat geen pijn voelen, geen angst voelen, maar je gaat heel duidelijk, objectief kunnen zien hoe dat leven is geëindigd. Het leven is voorbij, je bent uit uw lichaam. En je kijkt nu naar uw lichaam. Het is voorbij, je bent eruit. Kijk naar uw lichaam. Je ziet nu uw eigen lichaam. Bekijk dat eens even. Hoe ziet die persoon eruit? Ik tel nu van 1 tot 10 en dan knip ik in mijn vingers. Deze man is psycholoog. Hij heeft het gezelschap gehypnotiseerd. De opdracht is herinneringen aan een vorig leven opdiepen. Ach. Meer en meer komen we nu in deze kamer. Je bent nu 9, helemaal terug hier. 10, ik ga nu met mijn vingers knippen en dan opent je de ogen. Ik dacht erop dat ga je in het begin als baby iets meemaken. Psycholoog Jos Hermans onderzoekt al enkele jaren of reïncarnatie bestaat. Enkele honderden vrijwilligers zijn samen met hem op zoek naar hun vroegere levens. Het volgende was heel aangenomen eigenlijk. Ja, ik ben blijkbaar naar een heel primitief leven teruggegaan. Ik zei dus heel veel natuur. Het was ook echt primitief, heel schaars gekleed. Leefde denk ik in een soort stam of zoiets. Ik ben op een heel ruwe manier gedood en ik was zwanger en er was een bepaalde oproer en men heeft mij, dus pijn in die buik die was dus enorm, men heeft mij gestoken met een mes of iets dergelijks en ik ben zo eigenlijk gedood. Tijdens een hypnose een half jaar geleden zag deze mevrouw zichzelf als man in de 19e eeuw. Nadien zullen psycholoog en proefpersoon uitzoeken of die 19e eeuwse man ook echt bestaan heeft. Hoe heet je eigenlijk? Jean de Boswachter. Jean de Boswachter. Maar uw achternaam weet je niet? Vervroot of zo. Waar woont je ergens? Ik woon wel bij Sint-Leenaars. En dan kom ik zo waar ik woon. Ja. De Heibaard. Zeg het nog eens. De Heibaard. Van familie verneemt Monique dat haar bedovergrootvader boswachter was in Loenhout. De man heette Jan-Baptist Vervoort. Een naam die wel wat lijkt op Jean Vervroot uit de hypnose van daarnet. Uit die hypnose bleek ook dat de boswachter in Sint-Leenaars woonde. En dat is een gehucht van Loenhout. In de Loenhoutse parochiearchieven begint de zoektocht. Ah, Vervoort moeten we hebben. Johannes Baptist, dat is een denk ik Verhagen. Ja, wettige zoon van Wilhelmus Vervoort en Maria Catharina Verhagen. Dat is hem. Dat zijn ze. Ja. De 28e augustus, om 6 uur 's avonds, wordt geboren. Boswachter Johannes Baptist Vervoort, geboren in 1828 en overleden in 1906. Verder blijkt ook dat hij inderdaad in de buurt van de Heibaard woonde. Ook dat klopt met de gegevens uit de hypnose. Tijdens dezelfde hypnose tekent Monique ook een vluchtige schets van het Loenhoutse gemeentehuis. Op dat ogenblik is ze, naar eigen zeggen, nog nooit in Loenhout geweest. Zo ging je naar boven. Maar je moest wel trappetjes naar boven, naar hier een soort balkonnetje, en hier moest je binnen. Hier moest je binnen en dan kon hier weer de trappetjes. Opvallend zijn de twee trappetjes en het balkonnetje, die naar de ingang op de eerste verdieping leiden.
Maar dat blijkt niet te kloppen. Dus de trap is verdwenen nu. Op een of andere manier was er, heb jij een trap gezien, ja, die er nu niet aanwezig is, ja, in het gemeentehuis. Boven de deur, de pa ging maar tot boven, die onderste deur, dan zo naar beneden. De informatie uit de hypnose is dus niet juist. Er zijn geen trappetjes. Later blijkt echter dat dit gemeentehuis in 1930 verbouwd werd. In het fotoarchief van de pastoor zitten nog foto's uit de tijd van voor de verbouwingen. En heb je in dat leven toch wel een intieme relatie met een vrouw gehad? Met wie? Was dat uw vrouw? Mm-hmm. Hoe heet die? Cathy. Cathy? Mm-hmm. Heet zij zo, Cathy? Mm-hmm. Beschrijf haar eens. Is dat een mooie vrouw? Eigenlijk niet. Hoe ziet ze eruit? Blond. Mm-hmm. Ze is blond. Ja? Wil ik nog iets over haar zeggen? Ja. Hm? Ze hebben wel ferme borsten, ja. Ja, vind je dat aantrekkelijk? Ja, zeker. Loveren. 1 november. Cornelius Willemsen. Nee. Maria Krijnen. Nog eentje verder. Ja, hier, Johannes. Hier hebben ze. Ja, ja, dat is hem. De 7e november 1860 sloten het huwelijk Johannes Battista Vervoort en Maria Catharina Knikni, in tegenwoordigheid... Boswachter Vervoort was dus getrouwd met Maria Catharina Knikni. Nu is Cathy wel een koosnaam voor Catharina, maar die afkorting was in de vorige eeuw totaal onbekend. Pastoor Dominicus Homans. Heb je ook kinderen gehad? Met mijn kinderen wil ik niks te maken. Waarom niet? Dat is gedaan. Zijt je gelukkig? Ik voel me eenzaam. Hmm. Ik kan niet goed met mensen. Ik denk dat ik nooit echt van mezelf gehouden heb. Ik kon ook niet van andere mensen houden. Hoe ziet je dat eindigen, dat leven? Hoe eindigt dat? Wat gebeurt er daar met u? Ik zak weg, ik zak weg. Komt dat woordje niet goed? Maar nee, ik kan niet weg. Is het in moeras dat gezakt? Kunt je niet... Ik zit vast, ik kan niet weg, ik zak. Wat is dat nu? Kunt je niet bewegen? Jawel, maar ik zak. Ik ga dieper, dieper. De eenzame Jan Baptist Vervoort zou dus verdronken zijn, in nogal mysterieuze omstandigheden. Op zoek dus naar de oudste loenhoutenaars met de vraag of zij nog wat weten over leven en dood van de boswachter. Je was weg hier, wat dan? Ja. Geboren zijn wel, hè? Ja, ja, hij is gestorven in 1906. Dat zou een boswachter geweest zijn die hier ook gewerkt heeft. Die heette Jan Baptist Vervoort. Heb je daar ooit iets van gehoord? Nee, daar heb ik nooit niks over gehoord. Nooit al mensen. De eenzame boswachter heeft hier geen sporen nagelaten. Behalve dan bij een verre tante die de familiegeschiedenis heeft bijgehouden. Mijn vader zei klaar en duidelijk. Je weet dat het een eenzaam man was. Hij leefde alleen. Hij kon zelfs geen contacten onderhouden met zijn eigen kinderen. Bij al zei hij is toch een gewelddadige dood gestorven. En mijn vader wist hoe. Maar die heeft dat ook gezwegen. In de tijd dat wij kind waren, mochten we niet veel vragen. Hè? Is Jan Baptist Vervoort verdronken?
zoals Monique tijdens de hypnose zag? En was het een gewelddadige dood? Het antwoord is misschien terug te vinden in de overlijdensactes uit die tijd. Ten jaar 1906, de 23e april, te 9 uur voormiddag verschenen voor ons Antonius Vervoort en Lambert van Dijk, welke ons hebben verklaard dat op gisteren om 6 uur morgens in zijn woning wijk B. Vorsingers nummer 57 overleden is, Johannes Baptista Vervoort. Hij is in zijn woning overleden. Dit is duidelijk verschillend met datgene wat je gezien hebt, hè? Ja. Twijfel je dan aan wat je gezien hebt? Nee. Dus hier is volgens jou iets anders aan de hand? Mm-hmm. Ik heb mij heel duidelijk zien liggen in dat water, ja. Maar dat wordt hier dus niet bevestigd. Uit gemeentearchieven blijkt verder dat nu nog een kleindochter van boswachter Vervoort in leven is. Ze is wel na het overlijden van haar grootvader geboren. Maar wie weet heeft ze ooit wel iets over zijn dood gehoord. Ik kan er eigenlijk niks over vertellen, want ik weet er eigenlijk niks van. Allee, in elk geval toch, excuseer ons dat u... Want dat ik er niet van wist, dan... Ja. Ja, eigenlijk zijn we nog heel, heel ver familie van elkaar. Het is meugel, hè? Ja. Kijk, u bent hartelijk bedankt. Nog eens bedankt, hè, voor alle informatie. Goeiedag, hè. Ja. Dag, hè. Ja. Jij gelooft dus vast dat zij familie is van jou? Ik geloof vast dat ik Jan Baptist ben, ja. Dus is zij familie van jou? Ja, is jou dan is zij mijn kleindochter, maar... Ik heb haar niet gekend, dus ik heb daar ook geen... Ik voel daar geen emotionele band mee. Nee, dat niet. Op een aantal punten blijkt er een onverklaarbare gelijkenis tussen wat Monique onder hypnose vertelde en het leven van Jan Baptist Vervoort. Het kan zijn dat er vroeger over die Jan Baptist Vervoort gepraat is geweest in de jeugd van Monique. Ja, alhoewel... En dat het ergens is blijven hangen. Het kan, dus er is altijd een hypothetische mogelijkheid dat het zou kunnen, alhoewel dat ze van die kant van haar familie eigenlijk helemaal niks heeft gehoord, hè. Ook nooit contact mee gehad. Ze is ook nooit in Loenhout geweest, hè. Waar zou ze die beschrijvingen van die gebouwen en van die weg en van de omgeving vandaan hebben? Dat is wel... Er zijn aanwijzingen die pleiten voor een geheugen dat niet in dit leven thuis hoort. Maar of het nu echt een bewijs is voor een reïncarnatie, dat moeten we hier wetenschappelijk in het midden laten. Een geheugen dat niet in dit leven thuis hoort. Als zoiets echt bestaat, dan zou dat na vele hypnoses heel ver terug in de tijd kunnen. Volgens psycholoog Hermans is dit de levensgeschiedenis van Monique door de eeuwen heen. Dus zoals ik het nu op dit schema kan aflezen, zie ik dat ze een edelvrouw is geweest rond het jaar 1200... Enkele eeuwen later vinden we ze terug als een arme kruidenverkoopster. Dan vinden we haar ook weer terug als een onderwijzeres ergens in Londen, rond 1700. Dan vinden we eind 1700 het leven van een zekere Philippe Cavalier. En dat is een jonge man van vrij burgerlijke, misschien zelfs adellijke afkomst. En die werd dus terechtgesteld, zoals heel zijn familie trouwens, met de Franse Revolutie. Ik ga dood, ik weet het. Ik ga dood. Ik begrijp het niet, ik heb niks gedaan. Wat gebeurt er dan met u? En een blind op grond. Ik wil niet dood. Hoe eindigt dat leven? Ik voel iets rond mijn hals. Ja. Ik wil dat niet voelen. En dan komt die boswachter, Jan Baptist Vervoort, vervolgd dan door een verpleegster. Begrijpt je uzelf beter eigenlijk? Er zijn... Door uzelf in vorige levens te leren kennen? Ja. Eigenlijk heb ik toch meer harmonie gevonden in mezelf. Ja, vind ik.
Omdat je toch altijd met vragen zit, met gevoelens, waar dat je niet weet waar dat die vandaan komen. Vragen ook, dat je denkt, allee, waarom ben ik zo, waarom heb ik dat nu zo, of waarom reageer ik zo. En eigenlijk probeer je dat altijd een beetje op de omgeving te schuiven, hè? De opvoeding en de mensen rond u heen en alles. En ik weet nu wel dat het eigenlijk gewoon in mijzelf zit. En dat het iets is dus dat je meeneemt. Al eeuwenlang? Ja. Kun je beter leven met het idee dat je ooit dood zult gaan, ook in dit huidige leven, ja, door het feit dat je hier allemaal in gelooft? Mm-hmm. Ik ben niet bang van de dood. Omdat ik heb ervaren dus dat een na de dood, als je uit je lichaam bent, dat dat gewoon prachtig is. Echt, ja. En ook, vermits ik al zoveel levens heb gehad, ik ben de vaste overtuiging dat ik terugkom.